laat is het? Hoe laat is het? Wie wordt Belgisch kampioen? Jij wordt Belgisch kampioen, man. Vandaag kapot maken, vriend. Vandaag ik ben op een andere mover, dat is ik weet. Kom, bro, ik ga snel een broodje halen, man. Aai. Aai, dus check even. Vandaag Belgisch kampioenschap. Het is dan eindelijk zover. De dag waar we allemaal naartoe hebben gewerkt. Vandaag is het gewoon afmaken, man. Maar nu kijk, we zijn bij de bakker. Vorige jaar moest ik altijd voordat ik ging inwegen. Worden kutten. Mocht ik niet ervoor drinken, niet ervoor eten. Vandaag ga ik ervoor ook niet eten. Maar vandaag, bro, we gaan gewoon voor die broodje, net zoals ik altijd doe, toch? Worst een broodje van Elif of een broodje tonijn is hetzelfde, toch? Wow. Want iedereen weet van me. Broodje tonijn geeft die powers. Is dat de enige echte? De enige echte, hij komt zo fris. Wauw. Moet jij performen of moet ik performen vandaag? Je zou denken, het is modeshow. Hey. Het is game day! Ik ben vandaag! Wie is de boss? Ik ben de boss! Wie is de boss? Ik ben de boss! Vandaag, ik mag niet velen, man. Bro, even serieus. Stel je voor ik veel, wat ga je reactie zijn? Bro, ik heb dat gisteren al gezegd, man. Als je man veel, bro. Ik ben alles stijf. Ik zit in de backseat. Laat de voet naar huis! Boete! Ik ga doen pijn en deze man praat over velen? Ah? Ik ben zelf ziek, bro. Ik kan het horen aan mijn stem en die dingen komen helemaal mee voor die man en hij praat over velen. Ik praat niet over veel, maar vandaag. Ik ben sowieso in die motion van winnen. We gaan er alles aan doen. Ik sta heet, ik ben ready. Het is 12 uur, de bewegingen gaan bijna beginnen. Ik denk, ik ben wel laatst, heeft Cedric gezegd. Hij is daar al. Dus ik ga binnenkomen, wegen. Rustig een beetje eten, niet te veel. Want tijdens training, voor training, had ik ook gewoon misschien af en toe eens een worstenbroodje of zo, bro. Ik heb gewoon Aquarius, ik heb broodje. Oh, waar zijn we dan? Waar zijn we dan, Mr. Iemand Lief? We zijn er, maar we zijn er. Het is tijd om kapot te maken vandaag. Parsley! Hey, niet, doe motivational speech voor mij even vandaag. Hey, vandaag ben ik hier met de boy uit de buurt. Je komen van niks. Helemaal niks. Vroeger hij was zo mager. Vroeger ik was vandaag, mager. Vandaag gaat hij die dingen gewoon killen. Fully smoke. Mensen moeten onthouden. Drie stoten. Take over season. We gaan het laten lukken vandaag. Laat me even kussen. Waterval. Als hij echt weet dat hij gaat winnen, moet hij zo naar binnen gaan. Wauw, ben je die man? Dat is die alpha. Ben jij die man? You're not that guy, pal. You're not that guy. Kijk waar we zijn beland, bro. Precies op een boerderij. Ik moet gaan werken voor 12 euro per uur vandaag. It's not over until I win. Dit is de plek waar het gaat gebeuren. Daar vanachter. Ik heb de champion veilig naar jou gebracht. Dus nu moet jij gewoon completen, man. Nu is het afmaken. Zweerparsi van de powerlift wedstrijden. Zelfs ik ben hier. Bro, ik heb besloten dat ik ook de GL points wil winnen. Ik heb dat in de auto besloten. Ik heb nog niks gegeten, niks gedronken. Ja, de weeg. Hij heeft weging, hij staat hier doen. Er zijn nu dus nog twee mensen voor mij. Dan kunnen we gaan inwegen. Ik zelf denk 103-1. Hoeveel denk jij? 103-6. Bed. Wauw. Laag, man. Man, 102.2, man, ja, maar mijn licht is niet per se beter, man. Hoe lichter jij weegt, hoe moeilijker bench gaat zijn, man. Ja? Met die 104 eten nu, man. You lost. You lost again and again and again. The lights are cut off. De wedstrijd is uitgelopen. Je moet waarschijnlijk een uurtje later beginnen met opwarmen. Ik ga openen met 255 squat, 180 bench en 260 deadlift. Het belangrijkste is gewoon dat ik win, snap je? The lights are cut off, but you're still winning. Looking at your dream. Nobody believes in you. You lost again and again. It's not over until I win. Sing for the winner. Sing for the dat is die privilege quote, die dikke die speech. Het is tijd om te performen, eindelijk. Hier hebben we op gewacht. Altijd wanneer ik pre-neem heb ik die extra motivatie nodig. Dus Ali, geef me even een speech, man. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream. It's not over until I win. Sing with it, sing for the winning. Wat maakt van top? Laat hem smelten, Dredd. En dat is eerste plaats. Je ziet het gelijk. Weet je nog, je werd geblesseerd. Je hebt hard gewerkt. Ja. Je hebt een hele maand gestreden. Voor wat zijn we hier vandaag? Voor die winst. Niks anders dan Let's get it, man. Ja, ik ben de veer. Dat betekent, ben de veer. IJs en low, chino ijs. Maar we inhaleren weer. Niet alles wordt gekieft. Nee, we blijven selectief. Maar je moet niet komen show, want we worden agressief. Alles met de tijd. Je doet alles voor een prijs. Je hebt het makkelijk gegaan. We hadden koffie in die tijd. In die donkere, deze geen verlichting in mijn lijf. Toen die van je of je kiezen, ik heb gelijk. Je bent eigenlijk niks, maar je hebt wel die bereik. Kies op, ben je niet safe. Hier zijn dieren al olijn. Beter kom je strak, je moet als mijn koepen zijn. Val je in een haling, moet je vast de loop zijn. Om te weten wat ik weet, moet ik op de stoep zijn. Alle oren open als we in de hoek zijn. Ik word super roekeloos als ik op je huid ben. Zij is mijn bitch, maar begon als mijn fan. Je weet niet wat ik meemaak. Ik geef power aan mijn collega's. De straat is zo weer
is zo vies. Ik vertrouw niemand, want je weet waar het heen gaat. Is toch logisch dat je alleen staat? Of je doorsloot, of je niet maakt. Die straat is zo vies. Ik vertrouw niemand, want je weet waar het heen gaat. Kom op! Oké, dus iemand krijgt zijn squat-signaal. Wat doet hij? Hij staat daar, hij krijgt squat, hij valt naar achter. Op dat punt is het sowieso al een no-lift, wat er ook gebeurt. Ref doet al van, ja, stop hem maar, want het telt al niet meer. Maar iemand kiest om toch nog te zakken. Wat doen de spotters aan één kant? Zij pakken hem op, dus... valt zo in elkaar. Al het gewicht is ineens aan één kant gewonnen. Ja. Fucking gevaarlijk. Dat is half alle spotters pakken of niemand pakt. Snap je? Het slaagt nergens op. Van wat lag dat? Hij had geen gevoel in zijn voet. Als hij rechts had, hij voelde gewoon... Door die inserts of wat? Nee, misschien. Maar hij had gewoon zo. Hij voelde zo dat zijn balans niet zo goed was. Die inserts zijn strak toch? Je weet, normaal ik doe kleine rust. Ik moest altijd 10 minuten rusten voor ik mijn set doe. En ik kwam op platform, bro. Ik had geen gevoel in mijn been. Dus ik zet mijn stap. Maar ik heb geen gevoel, dus ik val de hele tijd. Die weight shift naar achter. Ja. Maar ik kan, ja, ik moet de hele tijd rechts zetten, snap je? Dan moet je beter die inserts even tussenuit doen. Doe nu gewoon met focus, man. Dat duurt toch geen half uur? Doe nu gewoon met focus. Het ding is, je hebt niet genoeg tijd om die uit te doen en dan nog eens aan te doen. Nee? Allee, dat gaat wel, maar als het dan een beetje sneller gaat of zo, en je hebt niet op tijd aan, dan staat je daar, snap je? Mooi, we staan niet veel achter. 7,5 kilo. We gaan nog steeds voor die win. Dat kan gebeuren. Gelukkig heb ik niks. En wat mensen niet weten, is ook in de opwarmingruimte. Ik was 170 aan het squatten en opeens popte er iets in mijn rug, waardoor ik al last had aan mijn rug. Ik heb 2 pijnstillers genomen. Cedric heeft mij 2 pijnstillers gegeven. Dus ja, man, we gaan kijken wat we kunnen doen. Nu gaan we even snel wat snelle suiker. Dan gaan we gewoon terug opwarmen, man. En dan is het tijd voor bench en misschien wel mijn eerste Belgische record, man. Let's get it. Yo, die snel suiker. Dit is mijn eerste maaltijd in 5 dagen. Wauw. Moet je hoger op, nee, we kennen geen stop. Aan het gaan, ik moet zorgen dat die money never stop. Heb je baan, moet je zorgen dat die doekoe never flop. Heb je gas, ik hoef niet meer te gaan kijken naar mijn top. Ik ben slecht, ik zou overloop, ach je overloop. Ik heb dope, dus dan gaan we diep. Mensen Mozambique, politiek, nee, we kennen niet. Met de gassiecar, stacks in mijn onderbroek. Wij zijn ondergoed, weet ze goed, weet ze goed is goed. Uit de losse pols, voor de stuur, wat je net is doet. Poppen vult erin, weinig zin, het heeft weinig zin. Dus ik fik de zin, maar alsnog, hoor me zitten in. Met z'n 17, op die fris, met die MBGN. Fix je zin naar je, over geen snelle shoppen nox, volgt de protocol. Ik heb low, ik heb schijt aan jou, schijt aan je ego. Pokkenbol, met een beetje zand, beter blijf je kalm. Als ik kom, ben ik niet alone. Heb die mannen bij, kwaliteit, ik heb voor je neus. Drankje hoort erbij, maar niet suf, zet me op de vlieg. Niemand zoekt aan jou, heb die, ik heb weer maar nooit. Van je in de land, op een strand, voeten in het zand. Betekent ik geniet, stek een schoen en ik hou hem links. Niet op politiek, als je beloon verander je patroon. Toch word je gewoon, ik ben stoned, maar ik lag gewoon in een lange droom. What the fuck, denk je ik ben slaaf, dan de jeugd slaaf. Ik heb haast, ik heb business, met mijn hoenen wordt gemaakt. Elke boef is rustig voor actief. Vennetjes wat je erbij, naast ze slopen van die beats. Ik heb echt niks aan jouw kritiek. Nee, corona was nep, als je wilt ik retweet. Dit was in de tolerance. Ik ben op die ambiance, je zou delen voor die chance. Ik ben op die money fuck fame. Ik ben in mijn lane, maar ik wil die money extreme. Iemand staat nu 10,5 kilo achter. Dus hij moet 12 kilo meer deadliften dan Jonathan. 12,5 kilo meer deadliften dan Jonathan. Dat is moeilijk. Je moet ook rekening houden. Als hij derde zou worden in de overall, moet hij 2,90 deadliften. Hij heeft 2,80 best makkelijk in training gedaan. Dus kom. Als er hype is, mogelijk. En we zouden dus 2,90 kunnen loaden als derde, waarmee dat we Jonathan verslagen. En derde overal worden, dat is het perfecte scenario. Jonathan moet dan 2,77,5 of minder loaden. En dan op zijn derde, als Jonathan die derde poelt, dan is Jonathan champ, maar dan is iemand wel nog altijd de derde overal. Dus iemand kan niet champ worden? Jawel. Als Jonathan minder dan 2,77 deadlift, en iemand dan 2,90. Klopt, man. Allez, 2,65, 265. Come on, man! Come on! 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 Come Michiel, 282 et lui.
ik weet dat. Iemand 282,5. Hij heeft de 12,5 kilo achterstand opgehaald. Third attempt gaat Jonathan waarschijnlijk 285 proberen. En dan moet iemand 12,5 kilo meer doen. Dus is daar wiskunde. Schrijf dat erbij, want ik ben dom. Ik weet dat niet. Veel boven de 92, dat is het. Oké, okay, maar, maar hij dus heeft eigenlijk... dat. Geen half, Jonathan gaat denk ik 285 riskeren. 285, dan is 297,5 van. Dan is 297,5. Maar hij gaat jumpen van? Ja, hij gaat jumpen van 270 naar 285. Dus de kans dat hij... Dat hij veel is er misschien nog. Dat hij veel is er misschien zelfs. Of hij gaat safe spelen, 280,5. Ja. Dan moet iemand 295. Hé, beste is voor hem, man. Ja, man. Als Jonathan zijn volgende pool veelt, is iemand al champ. Als Jonathan die poolt, 295. Zijn derde overall en champ. 282 was smoke, 295 zit erin. Als iemand nu champ wordt, dat is voor mij de ideale dagscenario. Hij had 295 moeten. Stap voor stap, als jij gelooft in het proces, als jij gelooft in jouw verhaal, en als jij gelooft dat jij het gaat halen, dan ga je het halen. Iemand zegt het dan! Wauw, ik ben kanker. Hey, ik zei jullie, maar ik was al aan het oefenen op deze dag. 3, 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
gedaan. Na squat en bench. Ik dacht niet dat ik ging lukken, man. De ceremonie starten met de categorie van 93 kilo. We komen 30. Jonathan Ceres. Et on connaît tout tout proche, mais bien devant, c'est Imad Amish. Kilo totaal. Proficiat jongens, bien joué les gars. Yeah. Applause. Beste moment uit mijn coaching carrière, lifting carrière, alles. Jonathan heeft de overall gewonnen en Imad is champ geworden. Dat zijn letterlijk mijn twee grootste goals die ik had voor heel dit weekend. Dat hij de overall wint en dat hij... Dat was mijn grootste goal voor heel dit weekend. Dat is gewoon waar. Daar zijn we, bro. Daar zijn we, bro. Ik ga jullie eerlijk zeggen, holla. Ik was in 2,95 aan het pullen, billetje was aan het rollen in mijn hand, kijk. Nee, bro. Maar mijn hand zijn, nee, maar ik kom met de blok. Hij komt op, ik was eerlijk. Hey, rustig, ik ben nummer 1 kampioen vandaag. Laat mij eens voelen, bro. Hé, 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 foto. Foto, foto, rustig, rustig, rustig.
Jullie mogen een foto maar één per foto maken. Jullie zien het, maar nu is het tijd om even dopingcontrole. Dus kom je niet zeggen van iemand spijt of die dingen. Ik kom, ik word gewoon gecontroleerd. Pa, champs worden gecontroleerd. Kom, ik zie ze naar die dingen. Junior podium for the man. On the third place, it's Imad Amish with 93.76. Golden medal all round for the junior, Jonathan Sevis. 97.3 gear points. Hey, hoeveel stoten? 3 stoten. Applaus. Hey, jullie zien het, maar net zoals ik daar straks heb gezegd, sowieso een dikke shout-out naar Jonathan om mij te pushen in deze tijden, snap je? Om het beste uit mezelf te halen. Sowieso respect voor wat hij doet. Het, wat hij doet is gek, zoals ik heb gezegd. Hij weegt maar 95 kilo en hij heeft mij heel moeilijk gemaakt. Natuurlijk, op overal is hij wel gewonnen, dus op punt of bodyweight. Dus sowieso proficiat, man. Alleen maar love, man. Samen richting WK, pa. Sowieso. Let's go. El partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. On est dans la salle. C'est ma maman qui m'a dit que j'ai des percées. C'est mon ex qui m'appelle, m'envoie sur la télé.